Tim, jongen, we zitten weer lekker op de bank. Ik vind het beter zitten aan de bar. Hier, mooi aan de plantage, bij de pub. Mooi, hè? Als ik een plekje moet kiezen waar ik mijn speciaal bier moet drinken, dan is het wel op deze plek. Op deze bank. Op deze bank, net bij de pub. Net als eigenlijk alle voorgaande jaren. Aan dit avond. Ja. Heel spannend. Hey, we gaan een biertje proeven. Ik ben benieuwd welke we krijgen. Ik ook. Kijk eens, Tim, daar komt hij aan. Daar is hij. Oh, lekker, man. De Tesselse skumkoppen. Dankjewel, hè. Tim, kun jij eens vertellen wat er allemaal op de fles staat? Nou, ja, zoals je ziet, Texel. Dus het is iets wat gewoon echt uit Nederland komt. En het leuke is dus dat ze gebruiken niet zomaar water. Nee. Maar het is echt water uit de duinen in Texel. Dan vraag ik me af, Tim. Misschien weet jij het. Ja. Wordt dit ook gedronken op bijvoorbeeld Ameland? Ja, dat is de vraag. Dat is een goede vraag. Ja. Vast wel. Vast wel, hè. Het beetje gist onderin de fles maakt het bier extra romig. Precies, nou, dat gaan we zo proeven. Daar ben ik erg benieuwd naar. Fijn dat je ook een speciale manier hebt om het in te schenken. Ja. Oh, trouwens nog een feitje staat er ook. Skumkoppen noemen de strandjutters op Texel de witte koppen op de golven van de Ruige Zee. Dus daar komt skumkoppen vandaan. En dat slaat zometeen ook heel mooi op de schuimlaag die er in het glas ontstaat. Tim, ik vind dat je goed kan proeven en de afdronk bepaalt, maar inschenken is wel een dingetje. Ja, het is wel een dingetje. Hij is wel hartstikke dood. maar goed, Tim, ik heb iets leuks. Ja? Kijk, ik heb het laatste beetje overgelaten. Jij ook? In je fles bedoel je? In mijn fles, ja. Ik ook. Oh, ja, als je dat ronddraait precies. En daarna inschenkt, dan wordt hij wat troebelig. Zie je dat? En dan kun je hem mooi vol schenken. Wordt hij wat troebelig. Dat hoort bij een blond en een wit biertje. Dat versterkt het. En maar wat zit er dan in die fles? Dat ben ik even kwijt. Dat is gist. De gist en de kruiden. Gist en de kruiden zit nog in de fles. Precies. Dat schenken we in en dat maakt het biertje donker. Lijkt wel of jij een lekker ice-tea hebt. Niet. Nou, bijna wel. Weet je wat we even gaan doen? We gaan even prikken. Leuke truc trouwens. Als je geen schuim op je bier hebt, doe dan dit. Pak een ice-tea prikker. Of een tonic prikker. Of whatever. En doe dit. Komt-ie. 2 hours later. Het duurt even. Kijk eens. Kijk eens. Dat is toch perfect? Die van mij is er niks bij. Nee, precies. Fantastisch. Bas, zullen we gaan ruiken? We gaan ruiken. Ja, we gaan meteen door. Oeh, deze is heel fris. Dit is een heel fris biertje. Dit is een biertje die je niet doorhebt hoe erg die erin inhakt. Proost. Proost. Jij wel in de ogen aankijken, hè? Oh, ja, je weet het, hè? Sorry. Nog een keer. Proost. Gered. Ja, fris. Fris. Maar toch ook heerlijk. Het gist, hè? Ja. Het werkt echt. Je proeft het, hè? Je proeft het. Je proeft het echt. Lekker. Ja. Heel lekker. Afdronk. Daar gaan we. Nou, nog een keer. Ja, joh. Het is heel licht. Ja. De afdronk is anders dan ik hem heb ervaren in de Texelse brouwerij. Ja? Ja, toen was ik minderjarig en dronken cola. maar ja, dat is wel een andere afdronk. Ik ben er wel geweest, op Texel, de brouwerij. Hey, maar wat vind je van de afdronk, Tim? Ja, hij is vrij licht. Kijk, zoals vorige keer hadden we echt de IPA. Hè? En er blijft echt een bittertje blijft in je keel hangen. Ja. Daar is hier totaal geen sprake van. Maar de gist blijf je wel in je keel voelen, proeven. Je merkt echt dat het... Nou ja, we hebben het net al gezegd, maar het maakt echt verschil. Het maakt verschil. Ja, absoluut. Oké, Tim. Wat voor cijfer geef je het? Ik geef dit bier een 8. Een 8? Ja, ik geef het een 8. Dat is heel hoog. Ja, het is hoog. Ik vind het ontzettend lekker. Ja. Het is een erg zomers biertje. En omdat het een zomers biertje is, geef ik hem net iets lager. Oh. In de winter denk ik dat hij mij iets minder smaakt. Je houdt niet van zomerse biertjes? Dat wel, maar vooral in de zomer. Oké. Het zit hem in de naam, hè? Dus ik kwam uit op een 7,3. Dat is 15,3 is een 7,7 gemiddeld afgerond. 7,7? 7,7. Dat vind ik toch een mooi cijfer. Ja, ik vind dat de Texelse brouwerij er trots op mag zijn. Tim, als jij het bord er even bij pakt. Ja, ik pak het bord erbij. Schrijf ik het gemiddelde even op. Een 7,7. Een mooi cijfer. Een prima cijfer in een prima cafeetje. Absoluut. Ik heb het hier weer ontzettend naar mijn zin gehad. De in de pub maken we leuke dingen mee. Dronken Duitsers, dronken Engelsen. En vandaag 2 heerlijke biertjes. Oh, heerlijk. En voor de mensen thuis, als je zin hebt in een lekker speciaal biertje, kom vooral hier naar de pub toe in Kampen op de plantage. Ze hebben 40 biertjes. Hartstikke lekker. Geniet ervan. Tot zover onze marketing.
Vergeet thuis niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje naast abonneren te klikken. Want dan krijg jij meteen een melding zodra de nieuwe bierproef online staat. Vergeet niet te liken, subscriben. En wat is jouw tekst? Tot de volgende bierproef. Tot de volgende bierproef.